Dat is ook geen prettig gevoel, dat kan ik u verzekeren. Dat is geen prettig gevoel. Wim Hamhuis voelde zich vaak bang en alleen tijdens de pesterijen. Kwam hij na een dag hard werken als straatmuzikant thuis, werd hij lastiggevallen door baldadige jongeren. De pesterijen leken onschuldig, maar hadden veel impact. Steentjes tegen eraan gooien, eieren soms. En je kon bezig blijven wat je wou. Je maakt het spul schoon voor een keertje. En de volgende dag is het weer vies. Je kunt aan de gang blijven dus. Ik ben verschillende instanties langs gegaan om het probleem aan te kaarten. En we kregen overal nul op de request. Niemand wou ons ermee helpen. Helemaal niemand. En juist dat stoort Hamhuis enorm. Zowel de politie als andere hulpverleners wilden niets doen. De politie wil ook niet voor de camera reageren om de rust in de wijk te bewaren. Maar erkent dat er het nodige is gebeurd. Ik denk het wel. Nou ik het zo zelf uitleg. Omdat er regelmatig homo gescandeerd werd over straat. Terwijl dus de vervelende dingetjes buiten dan hun gebeurtenis hadden. Dus dat lijkt het wel op. Dat het ging om dat wij homo zijn. Dat ik homo ben en dat ik daarom zo geplaagd word. Dat zou heel goed kunnen. De jongeren hebben inmiddels hun excuus aangeboden aan Hamhuis. Voor hem is daarmee de kous af. Maar of hij in de toekomst gevrijwaard blijft van homohaat, is nog maar de vraag. En daar ben ik ook eens een keer mee naar de directrice gestapt. Ik zeg, dat hoor je op het schoolplein, het is daar wel niet tegen mij gericht. Maar je hoort het toch door die kinderen zeggen. En dan is het belangrijk om die kinderen uit te leggen hoe dat in elkaar zit. Dat je dan toch niet meer wegkomt, dat het niet foute boel is. Want dat doet u pijn? Ja, dat is jammer dat mensen zo doen. Vind ik jammer. Dat hoeft helemaal niet.